Ja, we zijn druk bezig met de voorbereidingen, druk bezig met de band. We hebben natuurlijk artiesten hebben we al kunnen strikken voor het jubileum. Wat 14 november gaat plaatsvinden in Noordwijkerhout. Ik mag al een beetje reclame maken. Maar ja, we hebben een paar hele leuke grote artiesten. Echt als de line-up definitief bekend is, maken we dat bekend. Ik had 2000 man in. En ja, de laatste keer was ik binnen 3 weken uitverkocht. Dus ik verwacht eigenlijk dat nu ook wel met de namen die erbij gekomen. Een nog grotere line-up als de vorige keer, dat het wel een aardig feestje gaat worden. Welke locatie is het precies? NH Conference Centrum in Noordwijkerhout. Dus het is echt een ja, super grote zaal. We hebben een hele leuke afterparty voor de mensen die VIP's gaan. Dus je kan tot 3-4 uur in de nacht kan je gewoon door. Je kan blijven slapen. Er zijn 500 hotelkamers naast. Wat niet echt heel veel gaat kosten. Dus ja, het wordt een geweldig evenement. Nou, gewoon even op mijn site kijken. Dat komt binnen nu en een week komt alles online. Dus www.alex.fm. Je kan ook alvast van tevoren een berichtje achterlaten dat je kaart wil hebben. En dat je misschien wil blijven slapen. En dan, ja, dan komt alles. Voor de rest komt het goed. Laat even je naam achter en je telefoonnummer. Dan komt het goed. Ja. Je had het net over Dagdrem, laatste single. Er wordt zo goed op gereageerd dat we de single ook gaan doorpakken. We zouden eigenlijk eerst nog een andere single uitbrengen. Het ligt natuurlijk zat klaar omdat het dubbelalbum klaar is. Maar we gaan nu Dagdrem gaan we nog iets langer doortrekken. Omdat het gewoon, ja, de reacties uit het land zijn zo positief. Ik heb een paar jongens, buurjongens, helemaal eenstalig, rockgek. Hij zegt, ik heb nooit zo leuk een hele zalig plaat gehoord als Dagdrem. Dus ja, voor mij alleen maar goed.